in Minecraft. Nee, je gaat hem afspelen. Hij is in zoveel tijd. Ik dacht, what the fuck, wat hoor ik? Maar hij gaat de muziek afspelen. Als je misschien afvraagt van wat voor muziek ik luister echt van alles. Meestal een beetje dance, trance, house. Dat is eigenlijk het meeste wat ik luister en dat zul je nu ook wel horen. Dit is volgens mij Knife Party. Misschien als jij. Misschien hoor je het wel. Dat weet ik niet zeker. Mij maakt het niet heel veel uit of je het hoort of niet, maar ik vind het gewoon even lekker fijn om even met wat muziek op te spelen. Het is niet echt caving. Caving area. Misschien hier zo. Nee. Ik ga hier wel even in. Kijk wat hier is. En dan loopt het denk ik heel erg snel naar beneden. Dat lijkt me wel grappig eigenlijk. Nee, ik denk dat dat bij dat andere ding is. Wel allemaal floating blocks hier ook. Dat is een beetje raar. Ik ga waarschijnlijk. Ik weet niet. Ik weet wel, maar ik ga waarschijnlijk binnenkort weer livestreamen. Ik heb het een tijdje niet meer gedaan. Moet ik even kijken wanneer ik dat weer ga doen. Oh, ik hou van deze muziek. Dit is echt een epic nummer. Wacht, ik zal even kijken wat nummer dit is. Dit is Swedish House Mafia met Vicious Knife Party Antidote. Ik zal waarschijnlijk wel even in de dingen below zal ik even plaatsen van wat het is. Oh, dit vind ik echt een goed nummer, vind ik dit. Oh. Ik kan hem eigenlijk niet opzetten wegens copyright. Dat vind ik wel jammer. Sinds ik, ik weet niet of jullie het vast al gemerkt. Ik heb de laatste tijd advertenties op mijn video's. Op sommige video's, niet op allemaal. En dat is dus, daar verdien ik dus iets geld aan. Volgens mij niet echt gewoon niks gewoon is het. Ik kan volgens mij wel vertellen, ik weet niet of ze daarop gaan letten. Maar je verdient, als iemand op je advertentie klikt, ga niet, alsjeblieft niet spammen, want dat wordt geblokt. Oh, hij verdient geld aan mij, ik kom wel laten spammen. Maar alsjeblieft niet, ik doe dit voor de fun, het gaat niet om het geld. Maar per keer dat iemand erop klikt, dan krijg ik wat geld. En als ze dus copyrighted is, dan verdien ik dus gewoon helemaal. Daar komt gewoon een advertentie op. Dat is gewoon klaar dan. En als je dan. Even kijken. Als je dan. Gaat. Misschien. Ik weet niet. Ja. Ja. Ik heb gehoord voor laatst een keer. Van zo'n gozer. En die. Die was dus geband. Omdat mensen gewoon. Op die advertenties hebben blijven lopen klikken. En daardoor is hij door AdSense is hij daarvan geband voor zijn account. En, dat was een schaap. En dat is gewoon echt zonde, want hij had volgens mij 1500 subscribers. En toen moest hij helemaal opnieuw beginnen. En toen had hij nog maar 100 of zo, of 200. Zonde. En gewoon zonde is dat. Het is nog 7-8. Oh, dat is veel cool. Ik heb bijna een stek. Ja, ik heb al wel een stek, maar ik heb... Bijna meer dan... Waar kon ik ook weer naar beneden? Waar kon ik naar beneden? Waar kon ik... Hier niet. Ah, mijn muis, kom op, doe het. Ja, hier. Hier kom ik naar beneden. Ik hoop dat dit op een goede... Ja, dit komt op een goede cave uit. Hoop ik. Hey, iron. Dat is altijd handig om mee te nemen. Even mijn koffie drinken. Oh, lekker. Zo, net als klonk even vaag. Dat was even raar. Ah, lekker. waar kan ik over praten? Er is weer een nieuw seizoen van Ultra Hardcore. Wat is dat voor een serie? Dat is een groep. Oh, schrok me dood. Muziek gingen spelen. Dat is een groep YouTubers. Ze spelen allemaal op één server, spelen die met z'n allen. Volgens mij is dat echt gezellig. En dat zijn Engels natuurlijk. Oh, dat is een shuffle. En die gaan dus dan
Die hebben dan een mod gevonden. En in die mod heb je zeg maar echt ultra hardcore. Dus als je leven verliest, ben je dat ook gewoon kwijt. En je kan het alleen maar regenerate met Golden Apple. Maar dan moet je eerst gold gaan zoeken. En het is niet met Golden Nuggets maak je het, maar met gewoon Golden Bars. Dus je moet eerst echt 8 gold vinden voordat je het echt helemaal kan regenereren. En dat is best wel ziek eigenlijk. Oh, ik weet al waarom geen mob zijn. Ik dacht wel, het is zo rustig man. Maar ik heb net een episode van hoe heet het? Build a Map Together voor mijn Engelse series. Als jullie willen kijken, alsjeblieft. Oh, dat ziet wel vet uit. Ga ik zeggen. Zo heet die series, dus die link zal ook in de description staan naar die video waar ik het er nu over heb. Kijk die ook eventjes. Als je het leuk vindt, het is zeg maar, ik zal het even uitleggen wat het voor serie het is. Het is Engels, even dat jullie dat weten. Het gaat erover, ik en mijn subscribers zeg maar, en mijn viewers, gaan we samen een map maken. Ik maak hem zeg maar, en jullie subscribers zullen mij zeggen van, ja, doe dit in de map, doe dat in de map. En dat lijkt me echt een super groot leuk idee, maar ik heb nog niet zoveel views en zo. Dus ik hoop eigenlijk dat jullie misschien wel even daarheen komen en daar wat suggestions plaatsen. En misschien even op Market Forum even mijn topic bumpen. Daar gaan mijn pickaxe. Dat lijkt me wel even vet. Zodat ik daar wat meer views op kan krijgen en dat daar wat meer attentie voor komt. Misschien zal ik deze serie wel in op een andere channel doen, weet je wel. Omdat het nu niet zoveel aandacht krijgt, dat ik het dan eventjes één seizoen zeg maar, een echt lang seizoen, dat ik het dan even op een andere channel doe. Zodat het dan meer attentie krijgt en zeg maar, ik ben nu gewoon bezig met seizoen 1 en dat is gewoon een simpele puzzle map. En het zijn ook zeg maar gewoon een soort van tutorials van hoe maak je het nou eigenlijk. En ja, dat is het eigenlijk gewoon een beetje van, ja, hoe moet je eigenlijk een puzzle map maken, weet je. Hoe kan je dat het best doen? En ik ben niet zo ervaren, dus ik... Wow! Dus we zullen zien hoe dat gaat uitpakken. Ik hoop dat het wel vet wordt eigenlijk. Ik weet nog niet wat... Het is een puzzle map trouwens, waar we nu mee bezig zijn. Dus kijk even de eerste episode en de tweede episode. De tweede episode komt vandaag uit op zaterdag. Ik denk dat dit trouwens al maandag uitkomt, want ik ben nu bijna een half uur aan het opnemen. Dus chickens! Hebben ze wat eieren? Want als ik eieren heb... Oh, hier zijn echt veel chickens. Als hier eieren liggen, dan kan ik die meenemen. Oh. Natuurlijk kan ik die dan meenemen, maar dan heb ik zeg maar... Oh, er zijn echt veel chickens. Maar dan kan ik zeg maar beginnen met mijn... arrow. Kan ik een boom maken en heb ik arrows. Of ik maak geen eens een boom, want dat neemt echt super veel ruimte in beslag in je inventory. Want je hebt zeg maar... een bepaald aantal inventory slots, zoals ik al verteld heb. Het zijn niet zo heel veel, dus daarom kan je misschien beter geen bow and arrow meenemen, omdat je dan gewoon twee inventory slots minder hebt. Snap wat ik bedoel? Ja, oké, mooi. Ik neem niet alle kool mee, want het is een beetje saai om te zien om mij alleen maar kool zien te minen. Ik zal even wat eten, anders ga ik straks dood. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Eens zien. Er komen niet echt veel caves tegen, jongens. Dat is een beetje disappointing. Hoe zit ik nu? Ik zit nu op... ik ga wel heel ver naar de Z toe eigenlijk. Ik zo zit te kijken. Auw. Oh, sexy. Hier ga ik dus even minen. Hier ga ik naar beneden. En hoop dat we wat... Oké, we hebben een weg naar beneden. En we hebben geen toortjes meer, dus dat is een goed punt. Om... Even kijken. Een coördinaat even kijken. Het is nu
min 25 of ja, min 25 669. Want die 5859 is de is mijn hoogte, zeg maar. En als je op 16 zit of lager, daar zijn de diamonds. En op 30 of zo is gold. Zo gaat het, zo en zo voort. Zo, laten we naar beneden gaan. Oh, laten we eerst even wat toortjes maken. Dus zo maak je dat. Dan heb je 16 sticks, heb je dan. Ik zal even het laatste ding plaatsen. En zo, en dan zo, en dan hop. En dan heb je weer 64 toortjes. En dat neemt niet meer ruimte in beslag dan nodig. Want dan heb je ook niet die sticks die in je inventory slot zitten. En dat... en dat spaart heel wat ruimte. Snap je? Ik heb hem niet op smooth lighting staan, zie ik nu net. Hey, waar is mijn... En het is toch nog allemaal goed gekomen, want ik ben niks verloren. Dat is mooi. Ik ben nu 25 minuten aan het recorden, dus dit is episode 3 van Minecraft. Van een Minecraft ding. Marathon. Dus dit wordt op... Het is vandaag zaterdag. Dit wordt op maandag geüpload. Dus, of op... Ja, dit wordt op maandag geüpload. Op maandag hebben jullie dus 2 video's. Nee, hebben jullie 1 video. Ah, op woensdag hebben jullie 2 video's van mij. Gezellig. Tell me what you wanna cut, I'm a fuck. Ik ben op mijn shaft. Oké, dus we gaan een spider spawn vinden. Dat is ons doel. Oké. En hier niks. Oké, we gaan even kijken. Maak even een weg dat we hierheen moeten. Even kijken, zo. Dan weten we dat we hierheen moeten en dat het hier zo is. Oké, en ben Minecraft, nice. Oké. Oh. Minecraft, freeze.